Al maanden zoek ik naar een nieuwe e-bike. En een Vermove S5, ja, nou, dat gaat hem niet meer worden. Maar welke dan wel? Ik neem je mee in mijn reis en misschien heb jij dan wat aan mijn afwegingen. Hey, Erwin hier van Bright. We zijn in het voorjaar verhuisd van RTL in Hilversum naar PXR in Amsterdam. En ik woon ook in Amsterdam, dus ik kan weer lekker met de fiets naar het werk. 10 kilometer heen, 10 kilometer terug. Maar om ook in de herfst en in de winter toch een fiets te pakken en niet de metro, ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe e-bike. En voor alle fans, geen paniek. David is nog steeds onze e-bike man hoor, maar ja, zoveel mensen, zoveel wensen, hè. Voorkeuren verschillen, smaken verschillen. Dus ik neem je graag mee in mijn reis op zoek naar een nieuwe urban e-bike. Het is op dit moment nog onzeker of Vermove een doorstart kan maken. En of de S5 en de S4 dan nog verkocht zullen worden. Daarom neem ik Vermove niet mee als optie in deze video. Maar aan alternatieven geen gebrek, hè? Ik heb de afgelopen maanden liefst 7 urban e-bikes getest. En dat zijn op alfabetische volgorde van het Estlandse Ampler, de Axel en de Stout. Van het Belgische Cowboy, de Classic en de Cruiser. Uit Amsterdam van Mokemono, de Polder. Van het Chinese Tenways, de Sigo 600 Pro. En van Veloretti, eveneens uit Amsterdam, de Ace 2. Aan die longlist gingen voor mij enkele essentiële afwegingen vooraf. Het eerste punt is design. Ik hou van modern ontwerp. Ja, het oog wel ook wat. Maar daarmee vallen traditionele merken zoals Gazelle, Batavus en Sparta voor mij af. Al moet ik erbij zeggen dat hun bikes eigenlijk volgens mij door de opkomst van de designmerken de laatste jaren aantrekkelijker zijn geworden. Vol van vernieuwing als we zijn bij Bright, hou ik ook van innovatie. En ja, ik wil ook niet dat mijn e-bike afhankelijk is van een app. Maar slimme features als tracking of het kunnen instellen van je fiets, ja, dat is wel een pre. Na een jaar op een Vermove met louter een rotatiesensor, zoek ik nu een e-bike met een krachtsensor, een torque sensor. Want dat fietst veel natuurlijker. Gelukkig is dat inmiddels in dit segment standaard geworden. De maximale snelheid voor ondersteuning ligt in Nederland en heel Europa op 25 km per uur. Nou, daar kan ik wel mee leven, maar waar ik wel moeite mee heb, is wanneer je boven de 25 km per uur te zwaar moet fietsen. De e-bike muur, zoals David hem noemt. De zithouding dan. Ja, ik hou er niet van als ik te ver voorovergebogen moet zitten. Maar ik hoef ook weer niet per se helemaal rechtop. Dus een beetje tussenin, comfortabel, sportief. Het onderhoud aan een fiets, ja, dat wil ik toch het liefst tot een minimum beperken. Dus ik zoek liefst een fiets met een riem in plaats van een ketting. Een uitneembare accu is voor mij geen must. Ik heb een schuur met een stroompunt. Door Vermove's faillissement zijn 2 andere aspecten extra relevant geworden. Reparatie en continuïteit. Over reparatie schreeuwt iedereen nu om standaard onderdelen, zodat iedere fietsenmaker je fiets kan repareren. En dat heeft ook mijn voorkeur, voor alle duidelijkheid. Maar ik wil wel gezegd hebben dat eigen onderdelen kan werken, mits je product goed is. De S3 kende een uitval van maar liefst 12%. Ja, daar ga je dus aan kapot. En je zit met heel veel gefrustreerde klanten. Continuïteit is ook een punt van zorg geworden. We hebben heel wat reacties gelezen van mensen die een Vermove hadden besteld, alles aanbetaald en die nu naar hun geld kunnen fluiten. Welk bedrijf kun je wel vertrouwen? Als je elk gangbaar risico echt helemaal wilt vermijden, ja, koop dan een fiets van een traditioneel merk dat al heel lang bestaat, zoals Gazelle, hè, sinds 1892. En koop dan een fiets met een Bosch motor. Ja. Over 10 jaar kun je voor die middenmotor nog steeds onderdelen bestellen. Ik ben echter op zoek naar een stoere urban e-bike die lekker rijdt en die vernieuwing hoog in het vaandel heeft staan. En ja, ik realiseer me dan dat ik concessies moet doen en een risico neem. Maar tot waar en hoe hoog, ja, dat neem ik mee in mijn keuze.
En dan is er nog de prijs. Voor een urban e-bike zijn we in een paar jaar tijd van 2 naar 2,5 naar 3 tot nu 3.500 euro gegaan. Enerzijds wegens inflatie, anderzijds omdat dat direct-to-consumer model, zonder tussenpersonen, de verkoop, dat bleek niet echt houdbaar. Als je een fiets, een e-bike van 3.000, 3.500 koopt, dan wil je die op zijn minst even proefrijden. Dus kwamen er brandstores en service hubs. En via 3.500 euro veel geld, voor een beetje fancy gazellen, zoals de Ultimate C380 HMB, daar betaal je gewoon dik 4.000 euro voor. En als je een e-bike wil met nauwelijks concessies, dan kom je uit bij merken als Riesen, Müller of Schindelhauer en dan betaal je gewoon 5.000 euro of meer. Maar dat budget heb ik niet. Welke van deze 7 urban e-bikes wordt mijn winnaar? We gaan eerst een shortlist maken. Ik vind de e-bikes van Ampler best aantrekkelijk. Ze zien eruit als knappe, klassieke fietsen. En populair is de Curt, maar die is voor mij iets te sportief. Ik zit te ver voorover gebogen. De Axel dan, die kwam al meer in de buurt. Die zit je iets rechterop. Maar met mijn lengte, 1,81 meter, val ik een beetje tussen de maten in. Deze Axel komt in een medium en in een large. En de medium, dit is er een, die is voor mij net iets te klein. En de large was net iets te groot. Op de Axel stuit ik daarnaast op de e-bike muur boven de 25 km per uur. Fiets die best wat zwaar. Op de Stout, mijn favoriete model van Ampler, had ik daar geen last van. Omdat die is voorzien van een derailleur. Zo'n derailleur echter, die vergt wel veel onderhoud. En daar zit ik ook weer niet helemaal op te wachten. Ik zoek een vervoersmiddel, geen hobby. Geen Ampler dus op de shortlist. Cowboy dan, dat misschien wel de knapste urban e-bikes maakt. Ik bedoel, kijk dan, wat een plaatje. Single speed. Dus voor in de stad prima te doen. Dit is de Classic, zo heet hij inmiddels. Hij heette voorheen de C4. En hij fietst heerlijk. Maar wat mij niet helemaal bevalt, is dat je heel erg voorover zit. Een heel kort stuurtje ook. Een beetje zenuwachtig stuurtje. Dat bevalt mij minder. Je leunt ook heel erg op je polsen. Naast de Classic is er ook net nieuw verschenen de Cruiser. En als je goed kijkt, hier, het is vrijwel dezelfde e-bike, op 3 verschillen na. Het stuur is veel langer, gebogen, veel relaxter. Het zadel noemen ze een comfortzadel. Dat is wat groter, iets meer gel. En de fietscadans, die is wat relaxter. Ik heb hem ook al kunnen testen en ik moet zeggen, hij fietst heerlijk. Boven de 25 km per uur is er een muur. Maar die voelt niet heel hoog. Alle fietsen op mijn longlist kosten tussen de 2500 en 3500 euro. Op één na. En dat is deze. De Tenways Seago 600 Pro. Hij kost maar 1800 euro. Weegt maar 18 kilo. Heeft een uitneembare accu. En fietst heerlijk. En toch valt hij af. Ik vind hem gewoon niet mooi. Kijk, als ik nou een e-bike zou zoeken, een beetje voor erbij, voor incidenteel eens een keer een ritje, dan had het waarschijnlijk de winnaar geweest. Maar nee, ik zoek echt een trotse ros voor woon-werkverkeer. En ik vrees eerlijk gezegd ook een beetje voor de tegelwijsheid, goedkoop is duurkoop. Al moet ik er meteen bij zeggen, wij komen zelden tot nooit klachten tegen over tailways. Oké. Cowboy gaat naar de shortlist. Tenways valt af. We zijn bij Mokumono. David was onlangs heel lyrisch over deze polder. En hij hield het niet droog. En ik vind dit zo ontzettend mooi dat ik bijna hydraulische tranen ga huilen. Het kleine merk scoort bij mij dikke punten met zijn missie om fietsen zoveel mogelijk in Nederland te fabriceren. En om in te zetten op duurzaamheid, als in dat een fiets heel lang meegaat.
Het stuur is mijn favoriete onderdeel. Dat vind ik echt geweldig. Een soort Batman stuur. Het Brooks Cambium zadel. Die is heel hard. Ja, dat vond ik wat minder. Maar zoals je ziet, er zijn alternatieven. En hij ziet er enorm uit. En toch weegt hij maar 21 kilo. Dat is die versie met een kleine accu. Maar het zit hem allemaal in het ontwerp. Het is allemaal hol. Dus ja, Mokimono gaat ook op de shortlist. En als laatste de Ace 2 van Veloretti. De enige e-bike in het rijtje met een middenmotor. En deze tweede versie, Ace 2, is er design-wise enorm op vooruit gegaan. Met onder meer Shimano handremmen, een Gates tandriem en een Enviolo traploze versnelling is die uitgerust met alleen maar A-merk onderdelen. De batterij die is groot en uitneembaar. En ook de trekkracht die is lekker hoog. Maar met 28 kilo is het ook veruit de zwaarste fiets van het stel. Zo, flink display. Maar hij fietst heel comfortabel. Nou, Veloretti gaat op de shortlist. Oké, zijn er nog drie fietsen over. De Cowboy Cruiser, de Mokomono Polder en de Veloretti Ace 2. Alle drie de fietsen zijn voorzien van een krachtsensor, een torquesensor. En dat fietst heel prettig. Wel één wezenlijk verschil. De Cowboy en de Mokomono zijn voorzien van een achterwielmotor. De Veloretti met een middenmotor. En zonder derailleur heb je op een e-bike met een achtermotor altijd maar één versnelling. Een single speed geheten. Dat maakt e-bikes eenvoudiger. Het is ook weer een onderdeel wat er niet op zit en dus niet stuk kan. Maar het betekent ook beperkingen. Een ideale fietservaring die vereist dat je in een licht verzet lekker soepel van start gaat. En eenmaal op gang, op snelheid, dat je dan in een zwaarder verzet lekker door kan ploegen. Ja, met maar één versnelling of verzet moet je een compromis maken. He, dus je moet of wat zwaarder van start of ja, je gaat wat sneller trappen op hogere snelheden. Hoe je het went of keert op een single speed e-bike, zoals deze twee, ja, dan ga je onherroepelijk bij 25 km per uur of iets harder, ja, ga je gewoon in een hogere trapversnelling komen. Daar kun je niets aan veranderen, ook niet met de motorondersteuning. De Veloretti met zijn middenmotor heeft wel versnellingen. En dan kun je dus zelf bepalen wat de trapfrequentie is. Dat is te danken aan die Enviolo versnellingsnaaf. He, rij je op de Veluwe, op een geasfalteerd fietspad, lekker vlak. Nou, rij je 25 km per uur, heel relaxed. Rij je op de dijk met windje tegen, nou, dan pas je de cadans aan. Dan rij je nog steeds relaxed. Die Enviolo die doet dat trouwens traploos en automatisch. En ja, dat hoor je wel. Je hoort hem zo. Ik vind het wel een soort. Ik kan het wel hebben. Klinkt wel een beetje science fiction. De motor trouwens, die hoor je vrijwel niet. Dankzij die Enviolo fiets je heel eenvoudig weg. Een beetje te licht en nerveus misschien. Maar oké. En bij die 25 km per uur en daarboven, nou, ik kom geen muur tegen hoor. Dat fietst heel relaxed. En dat maakt dat de Veloretti het meest comfortabel fietst. De looks dan. Ja, daar neig ik wel naar die Cowboy. Al moet ik zeggen, bij de Veloretti, hè, hoe dat hier is afgewerkt. Hè, zo aan de zijkant, allemaal mooi plat. Hoe het frame hier zo doorloopt in één stuk naar het achterdeel van het frame. Nou, mag er ook zijn. De Veloretti is alleen wel 10 kilo zwaarder dan de Cowboy. Dus hij is wel wat logger in gebruik. Puntje om rekening mee te houden. En ook de Mokomono maakt qua looks indruk. Hè, zoals gezegd, ik vind dat stuur echt super lijp. Maar ja, de rest in zijn geheel spreekt het mij persoonlijk toch net iets minder aan. Ja, en dan dus dat nieuwe heikele punt, de repairability. Ja, daar scoort de Cowboy dus niet zo goed. Je ziet hier bijvoorbeeld de remmen, die zijn echt helemaal op maat gemaakt. Ja, willen we dat nog wel zien eigenlijk? Ja, op dat punt scoren de Mokomono en de Veloretti veel beter. Dan moet ik zeggen, even specifiek over de remmen. Die Shimano's, ja, die zijn toch wel lekkerder dan die Magura's. Veloretti hier is sinds vorig jaar onderdeel geworden van POM, de grote auto-importeur en fietsproducent. Met een jaaromzet van 7,5 miljard euro. Zo, ja. En waartoe ook merken als Gazelle, Union en Urban Aero behoren. Dat voelt wel solide.
Hoe anders is dat bij de Cowboy? Dat voelt een beetje meer als Vermoof. Het bedrijf doet het nog steeds in zijn uppie. Er zit al 150 miljoen euro investeringsgeld in. En ja, nou, de verkoopcijfers die stijgen wel, maar vorig jaar maakte het nog 30 miljoen verlies. Cowboy verwacht dit jaar voor het eerst break-even te draaien en volgend jaar in 2024 voor het eerst winst te maken. En ik denk dat zeker de komst van deze cruiser, ja, die gaat daarbij wel helpen. En ook de nieuwe prijzen. Maar het risico is ontegenzeggelijk groter bij Cowboy. Hoe zit het dan met de gezondheid van Mokumono? Nou, allereerst, het is een klein bedrijf en dat maakt het natuurlijk wat kwetsbaar. Ja. Aan de andere kant, die tweelingbroer Schiller, achter dit bedrijf, die kennen we een beetje, die volgen we al jaren. En wij weten, die maken geen gekke sprongen. Het zijn geen cowboys. Als ik mijn eigen risico-inschatting moet doen, dan plaats ik Mokumono tussen Veloretti en Cowboy in. Dan de prijzen. Wat kosten deze beauties? We beginnen bij de polder. Die kost afgerond 3000 euro. En dat vind ik wel een eerlijke prijs. De Veloretti Ace 2 dan, die is ietsje duurder, afgerond 3300 euro. Maar ja, als je dan kijkt naar de kwaliteit van alle onderdelen, die daar wel op zitten, daar niet, nou, vind ik die prijs ook wel eerlijk. Cowboy heeft recent de zogeheten Core versie geïntroduceerd. Die is wat goedkoper, 2500 euro, maar die heeft dan een ketting in plaats van een riem. En de fancy software features, zoals GPS-tracking, adaptive power, ja, die zitten daar dan ook niet standaard bij. Dat kost 300 euro extra. En als je dan toch wel de riem wil in plaats van de ketting en je wil de draadloze telefoonoplader en je wil een andere kleur dan zwart, dan kom je uit op 3300 euro. En dat maakt dus de Cowboy Cruiser even duur als de Veloretti. Ik ben uiteraard ook nog in conclave geweest met onze e-bike expert David. Maar ik voel mij inmiddels toch wel een beetje afzakken naar, ja, naar regionen waar het gevoel het overneemt van de ratio. Welke van deze drie e-bikes, deze urban e-bikes, spreekt het meest tot mij? Wordt het de Mokumono Polder, voorvechter van de Nederbike? Wordt het de Cowboy Cruiser, de blitzkikker uit Brussel? Of wordt het de Veloretti Ace 2, de strakke krachtpatser? Tada! De Veloretti Ace 2. En ja, hij is iets zwaarder dan de andere urban e-bikes, maar er staat heel veel tegenover. Ik vind hem mooi, ik vind hem stoer. Hij fietst heerlijk, heeft automatische versnellingen, is makkelijk te repareren. En ik maak me minder zorgen of het merk over 5 jaar nog wel bestaat. En let wel, dit is mijn afweging. Zo weet ik bijvoorbeeld van David dat hij veel eerder voor de goedkopere Tenway zou gaan. Hij maakt minder dagelijks lange tochten. En hij is ook wat bezorgd over een duurdere e-bike in de stad en dat hij dan gejat wordt. Zoek een e-bike die niet per se voor woon-werkverkeer is bestemd en je wil vooral gewoon een hele kekke e-bike, nou, dan zou ik zeker naar die Cowboy Cruiser kijken. Of je steunt Dutch design en duurzaamheid. Nou, dan heb je een Mokumono, een hele fraaie. Wat ik iedereen vooral wil aanraden is om zelf die fietsen te proberen. Je kunt online nog zoveel huiswerk maken en specs vergelijken en David's reviews kijken natuurlijk. Maar ja, een proefrit is in mijn ervaring echt doorslaggevend. Woonachtig in Amsterdam heb ik veel profijt gehad van het feit dat ik in een kort tijdsbestek al die fietsen heb kunnen proefrijden en heb kunnen vergelijken. Maar we realiseren ons ook, ja, dat proefritten plannen, dat kan nogal een exercitie zijn. En zeker als je buiten de Randstad woont. En daarom organiseren wij de Bright E-Bike Party. Je kunt er diverse urban e-bikes in één keer testen. Veloretti, Cowboy, Mokumono, Tenways, Ampler, ze zijn er allemaal. En David, Bram en ik, wij zijn er ook. Kun je ons ook vragen stellen. En ook de vertegenwoordigers van de merken. De e-bike party die houden we hier in Amsterdam bij Bright Headquarters. Met voor de deur volop geasfalteerde fietspaden, parking en OV in de buurt. En een versnapering voor tussendoor. Er zijn slechts 150 plekken beschikbaar, dus bestel snel, want vol is vol. De link vind je in de beschrijving onder deze video. Hopelijk tot dan. Bye! Dat zijn, op alfabetische volgorde,
van het Estlandse Ampler, de Axel en de Stout. Van het Belgische Cowboy, de Classic en de Cruiser. Van Mokimono uit Amsterdam. De